hoe bang ze je maken, hoe emotioneel. Ik was echt in paniek. En ik, over het algemeen geloof ik dingen niet snel. Maar ik ben, ja, ik ben ook niet snel van mijn stuk gebracht, vind ik. En ik was wel echt in paniek. Nou ja, als ze dan bloed noemen en drugs en je zat in de problemen, ja. Dan denk je toch wel, shit, wat is er aan de hand? Wat moet ik doen? Je wordt gebeld door de politie met de mededeling dat jouw identiteit wordt gekoppeld aan een zwaar delict. Nou, je schrikt natuurlijk. En wat nu? Nou, daarom bellen ze nou juist. Want ze willen je helpen. En wel direct. Dan moet je wel meteen meewerken. Let op, dit is een nieuwe truc van cybercriminelen. Ze doen zich voor als de politie, maar het zijn gewoon oplichters. Dit is Gina Doekie. Ze is cyberspecialist bij de politie en is op de hoogte van de nieuwste methodes en trucs die criminelen toepassen om mensen te bestelen. Hoe de truc werkt is dat de cybercriminelen iemand opbellen en zich uitgeven als de politie, dus National Police, of de International Court of Justice. Dus ze praten vaak Engels, het kan ook een vrouw zijn en je hoort het in een robotstem. En ze zeggen dan tegen jou van je komt voor in een zaak, een drugszaak wellicht. En we hebben jouw persoonsgegevens gevonden in die zaak. En we willen je nu helpen om ervoor te zorgen dat je geen verdachte meer bent in die zaak. En uiteindelijk vraagt die robotstem van druk op 1 voor meer informatie. En als je dat doet, word je dus doorgeschakeld naar een andere cybercrimineel. Ze vertellen daarbij ook gelijk je BSN-nummer of bepaalde persoonlijke informatie die, waarvan jij denkt, niemand weet dat. Hallo, met Dorien Veenstra. Begin oktober wordt Dorien Veenstra uit Oegstgeest gebeld met zo'n verhaal. Zij vertelde mij dat er een traffic laundry drug case was. En dat er een auto gevonden was vlakbij Amsterdam. Met bloed erin en drugs. En ze zeiden nog gelukkig geen lichaam, maar het is wel ernstig. En dat de auto op mijn naam gehuurd was. Dus ik zei gelijk, ik heb gewoon een eigen auto. Ik huur geen auto's in Nederland. Ja, misschien is je portemonnee dan gestolen. Of is je naam ergens voor gebruikt? Heb je op de e-mail ergens opgeklikt? Ik zei nee. Volgens mij niet, maar ben ik in de problemen? Nou ja, daar antwoordden ze ja op. Dus toen was ik best wel geschrokken. En zij zeiden gelijk, het komt allemaal goed, wij gaan het voor jou oplossen. Om het extra geloofwaardig te doen lijken, bellen de oplichters Dorien met een nummer dat via Google te vinden is als een nummer van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat fenomeen noemen we spoofing. En dat is dus een technisch trucje wat cybercriminelen uitvoeren, waarbij ze dus inderdaad het telefoonnummer van een instantie kunnen gebruiken zonder dat het dus echt het nummer is. Op dat moment dacht ik, dan moet ik het maar vertrouwen. Wie weet ken ik dit soort geheime zaken gewoon niet. En willen zij me echt helpen? Want ik had echt het gevoel dat ik een heel groot probleem had en dat ik hun hulp nodig had. Dorien wordt gevraagd een app te downloaden op haar telefoon, AnyDesk. Een tool waarmee je op afstand kunt meekijken op de telefoon van iemand anders. Het wordt bijvoorbeeld veel gebruikt door systeembeheerders van bedrijven om werknemers op afstand te helpen. Een normale app dus die niets met oplichting te maken heeft, maar die door de criminelen misbruikt wordt. In dit geval willen dus de cybercriminelen toegang tot jouw telefoon en vragen dan om een betaling te doen. Een betaling naar een Thais rekeningnummer of Indiaas rekeningnummer, een buitenlands rekeningnummer vaak. Zij zeiden, als je niet al het geld van jouw rekening afhaalt, dan wordt dat door die criminelen. Als jij dus niet die auto gehuurd hebt, dan gaan die criminelen ook jouw bankgegevens regelen. En dan halen ze alles leeg. Ze vragen jou ook om een applicatie Wise te installeren en daarmee doe je overboekingen. En je moet daar een account voor aanmaken. Maar dat account maak je aan terwijl zij toegang hebben tot jouw telefoon. Dus ze kunnen zien welk account je aanmaakt, met welk wachtwoord. En daarna kunnen ze dus zelf in dat account en overboekingen maken. Ook voor Wise geldt, dit is een normale app die de criminelen misbruiken. Dorien moet een paar duizend euro overmaken naar een Thais bankrekeningnummer. Ook dat vindt ze best vreemd. En toen zei hij, maar het kan niet in Europa, want dan komen die criminelen daar ook achter. En dan halen ze alsnog dat geld van je rekening. Dus het moet echt via buiten Europa.
ze gaven dus best wel slimme antwoorden. En daardoor vertrouwde ik het wel steeds een beetje meer. Het overmaken lukte in eerste instantie niet. En toen zei hij, ben je alleen thuis? Toen dacht ik, oh, als hij nu ineens bij mij thuis komt, dat vond ik wel heel eng. Toen heb ik gezegd, mijn vriend komt zo thuis. Ik wist wel dat hij thuis zou komen, maar misschien na een uur. Ik had geen idee, maar ik dacht, dat dit helpt misschien. En toen zei hij, oké, dan gaan we nu ophangen. En dan stuur je mij een screenshot van die app, hoe dat er nu uitziet. En dan stuur je morgen een foto als het gelukt is, die transactie. Nou ja, toen hebben we opgehangen. Als ze het verhaal aan een vriendin vertelt, heeft hij gelijk door dat ze is opgelicht. Ik kan niks vinden over de politie die dit soort dingen doet, die geld van je moet hebben. Dat klopt niet. Als je geld moet overmaken, doe dat dan naar mij, maar niet naar iemand anders. Nou ja, en toen ondertussen kwam mijn vriend thuis en die zag mij zitten. En die was natuurlijk ook van, oké, je bent opgelicht, maar eerst even rustig worden. Nee, de politie zal je nooit bellen om jouw onschuld te moeten bewijzen op deze manieren. Dus met het downloaden van een appje om toegang te krijgen tot je internetbankieren, dat zal nooit gebeuren, echt niet. Nou, allereerst is het belangrijk dat je de telefoon het gesprek afkapt, dus gelijk ophangen en toegang verbreken via de AnyDesk app. En als je dan nog steeds denkt, of eigenlijk het beste wat je kan doen is je telefoon of fabrieksinstellingen weer terugzetten. Dan moet je wel even zorgen dat je een kopie hebt van je foto's die erop staan. Maar dan weet je vrijwel zeker dat ze in ieder geval niet meer toegang hebben tot jouw telefoon. En natuurlijk aangifte doen. Aangifte doen bij de politie om deze zaken te onderzoeken. Want hoe meer aangiftes we hebben, hoe meer onderzoek we kunnen doen naar deze vorm van fraude. In het geval van Doreen is het met wat geluk goed afgelopen wat het geld betreft. Dat was niet overgemaakt en ze heeft het daarom allemaal terug. Nou, in het begin schaamde ik me zeker, maar ik heb het wel gelijk verteld. En ik heb ook gelijk de omschakeling gemaakt, tenminste na een paar uur, van hoe meer mensen ik het kan vertellen, hoe minder mensen hierin zullen trappen. Want als iemand mij dit van tevoren, dit verhaal had verteld, dan is het een bekend verhaal en dan trap je daar niet in.